dat met mijn moeder was geweest. Ja, dat heb ik nooit moeten verkopen. Hé, Tonia? Ja, stom geweest. Maar ja, ik leef nog. Ik had op de hoek van de oude kennissteeg achter Burgwal had ik een boerderij. Hoe is het nou nu anders dan in jullie tijd? Heel anders, niks meer. Niks meer aan. Nee. Nu is het niks meer. Woon allemaal juppen, geluidsoverlast. Iemand wil een discotheek beginnen, een nachtknop. Nee, de juppen houden het er tegen, geluidsoverlast. Waar komen ze hier naar te wonen? Fantastisch dat je eraan hebt gewerkt. Hier is je boek, Jan, alsjeblieft. Dat was ik. Jullie waren hoeren, madame. Wat hield dat precies in? Meisjes aannemen, de kasten schoonmaken, bakkie thee geven, een broodje. Maar in 60 hoefde de politie niks te doen. Als je dan vroeger een beetje kapzone zat, pakken ze je beet, zetten ze je even binnen en kon je met een nat pak naar huis. Je hebt een heel romantisch beeld eigenlijk van die tijd, maar is dat niet een beetje te romantisch? Loverboys wat je nu, had je toen natuurlijk ook, maar dan heette het Panozen en Pooiers, dat is ook zo. Maar het is wel zo dat de buurt nog aan elkaar gehecht was. En dat dorpsen, dat ze aan elkaar gehecht zijn, ja, dat is nu totaal verdwenen. Iedereen vindt het mooi. Ja, ik vind het ook mooi, maar ik had er nooit aan willen beginnen. Waarom niet? Nou, ik hou niet van publiciteit. Maar het is toch ook wel leuk dat die verhalen een beetje bewaard blijven? Ja. Ik heb er nog maar zin in.